In deze video ga ik demonstreren hoe je op Wikidata een bestaand item aanpast of bewerkt. Wikidata is een vrije kennisbank. Het is een zusterproject van Wikipedia en het biedt eigenlijk gestructureerde data aan die onder andere uit Wikipedia afkomstig is. Wikidata telt ondertussen ruim 15 miljoen items en dat kunnen allerlei dingen zijn die zich in de wereld bevinden. En daaronder bevinden zich ook een groot aantal kunstwerken. Wikidata herbergt al heel wat kunstwerken. En voor deze video ga ik ook één kunstwerk als case nemen, als voorbeeld. En wel deze. Het gaat om het schilderij De Grieken en Trojanen vechten om het rijk. Het lijk van Patroclus. Een 19e eeuw schilderij van Antoine Wiertz, Belgisch schilder, dat zich bevindt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. En wel met het inventaris nummer 1183. Ik weet nu toevallig dat dit item reeds op Wikidata staat, want door een samenwerkingsproject is dit item ooit toegevoegd, maar er zijn een aantal dingetjes mis mee. En dat gaan we nu verhelpen. Hoe vind ik nu zo'n item terug op Wikidata? Als je op Wikidata je eerste stappen zet, dan is het misschien verwarrend of intimiderend. Dan denk je van, hoe vind ik tussen die 15 miljoen items nu een speld in een hooiberg? Hoe vind ik hier iets terug? Maar eigenlijk heeft Wikidata best een prettige zoekfunctie. Op elke pagina op Wikidata, rechtsbovenaan, vind je een zoekbalkje. Eigenlijk hetzelfde als bij Wikipedia, hetzelfde soort layout. En daar kan je van alles in typen. Dat is eigenlijk heel vergevensgezind. Het kan ook verschillende talen aan. Dus ik ga nu eigenlijk gewoon even mijn geluk uitproberen of mijn geluk beproeven en zoeken op de titel van dit werk. En ik hoef zelfs niet de volledige titel in te typen, maar ik kan een paar woorden eruit halen. Bijvoorbeeld, ik zeg nou Grieken, Trojanen, Patroclus. Ga ik even intypen in het zoekveldje. Grieken, Trojanen, Patroclus. Enter. En ik krijg één resultaat terug. Ik heb heel veel geluk. Nou, er zouden wel eens meerdere schilderijen kunnen zijn met deze titel. Niet onwaarschijnlijk, maar in dit geval hebben we er maar één. En ook wel zeker van Antoine Wiertz. Nou, om 100% zeker te zijn, ga ik even naar het item zelf kijken. En ik scroll naar beneden om de eigenschappen te bekijken. En daar vind ik onder andere dat hij onderdeel is van de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunst Antwerpen. En het is inderdaad inventaris nummer 1183. Precies wat we nodig hebben. Dus ik ben bij het juiste item terechtgekomen. En nou, bij een Wikidata-item, als je dat voor het eerst ziet, dat ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. Het heeft altijd dezelfde structuur. Mijn scherm is nu vrij breed, dus ik zie aan de rechterkant een aantal blokjes met links naar allerlei wiki-projecten. Als je scherm smaller is, wat ik nu even doe, voor de demonstratie, dan gaan die blokjes naar beneden verhuizen. Dus de layout kan iets anders zijn bij jou dan bij mij, maar verder herbergt het gewoon dezelfde informatie. Ik zet hem even terug. Bovenaan zie je altijd een blokje waar dan de labels en de beschrijvingen thuis horen. De labels, dat zijn eigenlijk gewoon de titels van het item. Bij een persoon is dat de voornaam en de familienaam. Bij een boek is dat de titel. En dat kan verschillen per taal. Dus hier zie je heel goed dat er een Franse variant is, een Engelse variant en een Nederlandstalige variant. Er zouden ook nog alternatieve titels kunnen zijn. Heel veel schilderijen hebben dat. En dan zou je die hier als een alias kunnen invoeren. Dus dat zou heel makkelijk hier kunnen. En dan kan je dat bewaren. Dat ga ik nu niet doen. Dit is nu niet specifiek nodig. Wat ik bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, is met een klein beetje steenkolen Frans een Franse beschrijving toevoegen. Peinture de Antoine Wiertz. Wat is het nut van die beschrijving? Die geeft natuurlijk een hele korte samenvatting van waar het item over gaat. Maar die helpt ook bij de zoekfunctie. Als je gaat zoeken op The Greeks, dan krijg je een heel aantal dingen terug die beginnen met The Greeks, maar je ziet ons schilderij hier ook al terugkomen. En omdat hij een beschrijving heeft, heeft hij hier een extra regeltje met uitleg. Dus daar zie je dat die beschrijvingen eigenlijk heel erg helpen bij de vindbaarheid van het item. Verder hebben die eigenlijk geen structurele functie, maar die zijn wel zeer nuttig om andere gebruikers en jezelf te helpen om dit item terug te vinden. Nu, ik heb achterhaald dat hier een aantal dingetjes niet echt helemaal kloppen. Een schilderij heeft een aantal basisinformatiebrokjes. Het gaat om een schilderij in het publieke domein. Dus hij heeft een afbeelding die zich bevindt op Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia.
Maar ik heb die eens gecheckt een tijdje geleden en daar zag ik iets wat niet helemaal kosher was. Ik ga deze afbeelding openen in een nieuwe tab. Daar komt hij. Hier is hij. Het is geen al te beste afbeelding. Dat krijg je als je soms mensen hebt die in een museum fotograferen. Het is veel beter als musea zelf afbeeldingen doneren aan Wikimedia Commons. Maar hier gaat het eigenlijk over het inhoudelijke. Het is een afbeelding van inderdaad Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle. Op zich niks mis mee, maar ik zie hier bij de categorieën die bij mij door mijn instellingen bovenaan staan, bij u waarschijnlijk onderaan. Bij de categorieën zie ik dat het niet Koninklijk Museum voor Schone Kunst Antwerpen is, maar het Wiertz Museum. Ik voel nattigheid. Ik ga nog even naar de beschrijving van het werk kijken. Ook hier staat Wiertz Museum. Nu is mijn kennis van de Vlaamse kunstcollecties en het bruikleenbeleid en dergelijke niet zeer groot, dus het zou best wel eens kunnen dat dit een bruikleen is, maar dat ben ik niet helemaal zeker. En omdat ik een strenge Wikipediaan ben, en omdat ik, of Wikimediaan, en omdat ik eigenlijk graag zeker ben van mijn zaak, vind ik eigenlijk dat deze afbeelding niet zomaar bij dit Wikidata-item mag staan. Dit zou wel eens een kopie kunnen zijn, bijvoorbeeld. Het zou best wel eens kunnen dat meneer Wiertz een hele reeks van dit soort schilderijen gemaakt heeft, of dat hij twee gelijkaardige schilderijen gemaakt heeft. Ik ga hem verwijderen. En hoe doe je dat? Je klikt op Edit bij het statement en dan krijg je een vuilnisbak-icoontje en dan kan je hem weggooien. Als je nu bang bent van, oh jee, ik heb iets fout gedaan. Elk item op Wikidata heeft, zoals elk item op elk Wikimedia-project, een bewerkingsgeschiedenis. View history. Je ziet dat ik er al eerder wat mee geprutst heb. En je kan dat zelf dan ongedaan maken. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik heb een zeer goede daad verricht. Ik heb een verkeerde afbeelding van een schilderij weggehaald. Als we dan kijken wat er verder nog staat, dan zien we, het is een schilderij. Het is tentoongesteld bij Europeana 280. Dat is een virtuele tentoonstelling in 2016. Dat klopt helemaal. Daar ben ik zeker van. Ik ken de persoon die dit ingevoerd heeft. Die URL's zijn goed. De maker klopt. Inventarisnummer klopt. De collectie klopt. Locatie, ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker of het zich inderdaad in het Koninklijk Museum voor Schone Kunst Antwerpen bevindt. Die zal ik nu even met rust laten. Maar wat eigenlijk nog ontbreekt is bijvoorbeeld een datering. Ik zei daarnet al, het schilderij is publiek domein. En ik zag op deze beschrijvende internetpagina, webpagina van de Vlaamse kunstcollectie, dat die niet een precieze datering heeft. Dat hebben we wel vaker, dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Maar we weten in elk geval wel, door het feit dat Antoine Wiertz in de 19e eeuw leefde, dat het zeker een 19e eeuw schilderij is. Dus van deze ruime datering, 19e eeuw, zijn we wel helemaal zeker. Dus die kan ik in elk geval invoeren. Het is beter om een grove datering te hebben dan geen datering. Dan kunnen we het in elk geval plaatsen. Dus wat ik nu ga doen, is de datering toevoegen. En Wikidata is ook hier wel vrij gebruiksvriendelijk, in de zin dat het item reeds eerder ingevoerd is. Dus Wikidata weet, dit is een schilderij. En dan gaat het systeem eigenlijk al suggesties geven van, oh, als je een schilderij invoert, dan heb je eigenlijk altijd wel een collectie en een inventarisnummer en een datum en een materiaal wat gebruikt is, een afbeelding, een genre en iets wat afgebeeld wordt. En als eerste suggestie krijg ik gewoon Inception. Dat is de property of de eigenschap die gebruikt wordt om de aanmaakdatum van, of de creatiedatum van een schilderij aan te geven. Dus die klik ik aan. En dan heb ik 19e eeuw. Nu, dit is een interessant geval, 19e eeuw. Dus dat zijn eigenlijk de jaren 1800. Als ervaring Wikidata-gebruiker weet ik dat ik dat op deze manier moet invoeren. En nu gaan jullie allemaal heel erg schrikken, beste kijkers. Want ik ga niet zeggen 19th century, ik zeg 18th century. Wikidata is niet zo slim. Wij noemen de jaren 1800 de 19e eeuw. Maar voor Wikidata zijn de jaren 1800 18th century. Als je dat vergeet, is dat geen probleem. Doe bijvoorbeeld jaar 1800... En bij dateminvoer heb je Advanced Adjustments. Hij herkent meteen dat je een jaar aan het invoeren bent. Maar je kan de precisie aanpassen. En je kan dan bijvoorbeeld zeggen, ik wil op een decennium nauwkeurig, en dan verandert hij naar 1800s. En dan bedoelt hij niet de jaren 1800, de hele eeuw, maar dan bedoelt hij het decennium van 1800 tot 1810.
Maar wij willen de eeuw. En dan gaan we naar de eeuw. 18. Puntje century. Ik zou ook het millennium kunnen nemen. Tweede millennium. Nou, dat is dan weer fascinerend dat hij daar wel het tweede neemt. Maar goed. 18 puntje century. Dit is wat we moeten hebben. Zo, hij is gedateerd. Dat is mooi. Terwijl ik toch bezig ben, zou ik eigenlijk nog wel informatie aan dit schilderij kunnen toevoegen. Dus ik kijk even welke properties er zoal nog aangevuld kunnen worden. Een zeer leuke bij schilderijen, die eigenlijk heel interessant is, is Depicts. Wat wordt er afgebeeld? We gaan even kijken. Nou, de titel zegt het ook al. De Grieken en de Trojanen vechten om het lijk van Patroclus. Nou, ik ga die meneer Patroclus toevoegen als zijnde dat die afgebeeld wordt. Patroclus. En dan zie je dat Wikidata ook hier items opzoekt, suggesties geeft. Als je je juiste suggestie niet ziet, kan je nog op More klikken, dan krijg je er nog veel meer. En er is ook een martelaar, een mythisch karakter. Dit is waarschijnlijk een planeet of een maan of een ster. Een disambiguation page, dat is een pagina op Wikipedia waar eigenlijk verschillende betekenissen van Patroclus bij elkaar gebracht worden. Dus dat is eigenlijk een soort van vorkpagina, daar hebben we niks aan op in dit geval. Er is een insectensoort die zo heet. Maar ik ga er eigenlijk vanuit, ik ga dat nu even gokken, dat het om dit mythische karakter Patroclus gaat. Als het een foutje zou zijn, kan ik het zo meteen weer ongedaan maken. Dan klik ik weer op edit, zeg ik remove. Maar ik ga er nu vanuit dat die klopt. Als ik dat toch even wil dubbelchecken, dan kan ik het item van Patroclus bekijken. En dan zie ik dat hij heel veel Wikipedia-artikelen heeft. Onder andere in het Engels. In Greek mythology as recorded in Homer's Iliad. Nou, dat geeft me eigenlijk al clues dat ik de juiste persoon te pakken heb. Omdat het om de Trojanen gaat. Ik geloof het wel. Ik zou ook nog eens het Wikipedia-artikel erop kunnen naslaan en nalezen. Om te checken of die inderdaad met de Grieken en de Trojanen te maken gehad heeft. Achilles, kameraad en brother in arms. Nou, volgens mij is het precies de juiste persoon. Dus ik heb ook een depicts toegevoegd. Hij is een mythologisch karakter, dus eigenlijk is dit een mythologisch schilderij. Dus ik zou hem ook nog een genre kunnen meegeven. Het genre van het schilderij, kan ik dan zeggen. Mythological. Dan krijg ik allerlei suggesties. Mythology painting krijg ik dan terug. Save. En wat ik ook nog zou kunnen zeggen is, wat hij mij suggereert, material used. Welk materiaal is er gebruikt om het schilderij te maken? Nou, de meeste schilderijen zijn met olieverf en doek gemaakt. Hier, de informatiewebsite zegt enkel olieverf, dus we weten niet of het om doek of om paneelhout gaat. Eventueel koper zou ook nog het geval kunnen zijn als het een kleiwerkje was. We weten enkel olieverf, maar dat is eigenlijk ook al leuk om te weten, dus dat kunnen we ook toevoegen. We hebben daar een bron voor. Olieverf dan niet, want we zijn in het Engels aan het invoeren. Oil paint. Save. Stel nu dat je nog een eigenschap hebt die je wilt toevoegen. En hij staat niet hier in het rijtje, maar je hebt eigenlijk wel een soort van idee van wat het zou kunnen zijn. Dan kan je eigenlijk altijd ook beginnen typen. En dan gaat hij allerlei dingen aanvullen. Stel nu dat dit schilderij een onderdeel is van een groter geheel. Nou, ik zie hier niet staan onderdeel van, part of. Maar ik zou dit wel kunnen intypen. Part of. Subject is a part of that object. En dan vind je meteen de juiste property terug. Dan kan je hier de schilderijenreeks of het geheel invoeren. Dat ga ik nu niet doen. Tot zover de demonstratie van het aanvullen van een Wikidata-item. Dit item is nu een stuk beter en gevulder en correcter geworden.